ziet er speciaal uit. Ik weet niet eens dat er zuurstof in moest. Nou, ik denk dat het nu al klaar is. Wie bent u? Hoi, mijn naam is Jason en ik werk bij TOS, Zuiderpark. Oké. Wat is er leuk om in zo'n bal te zitten? Nou, wat heel leuk is aan zo'n bal, is dat je over het water kan lopen. Oké. Wat is het spannendste dat u heeft meegemaakt? Het spannendste wat ik heb meegemaakt is in de akerroller met andere mensen. Oké, en wat heeft u toen gedaan? Koprollen maken, salto's maken, springen. Oké, en was dat hier? Dat was hier zo, ja. Oké. Waarom vond u het leuk in die aquaroller? Wat leuk is aan die aquaroller is dat het, je bent op het water, je kan iemand meenemen erin, je kan springen, je kan salto's maken en je drijft gewoon lekker ver van de kant weg. Oké, hoe vaak zit u in zo'n aquaroller? Ja, dat is gewoon een paar minuten. Oké. Hier kun je overal... Oh, Lucas, waar is het? Hey, wacht even, we gaan varen. Dat is leuk, hè? We gaan in een keertje zo. Kijk uit daar dus, want anders val je. Veel succes ermee met deze video. Dit is nou een goede punt. Een aardappelbom. Hij is goed. Als je valt, gebeurt er dit. Hoe lang doet u dit werk al? Ik werk al zo'n 3,5 jaar bij TOS. En ja. Ja, zijn er wel eens ongelukken gebeurd? Maar er is wel eens iemand gevallen, die komt dan een pleistertje halen. Iemand die in het water stapt, die dan een wondje aan zijn teen krijgt. Maar er zijn niet echt hele rare dingen gebeurd. Oké. Jee, mag. Ik kom op water. Ik ga even uitzoeken. Oh nee. En hoe vaak komt het voordat een bal lek is? Nou, misschien één keer per dag of twee keer. Okay. Die doen we wel gelijk plakken dan. Oh, oké, ja. Wat vindt u leuk aan jeugdvakantieland? Nou, wat ik heel leuk vind aan jeugdvakantieland is wanneer ik kinderen steeds terug zie komen. Zo, ik zie al een aantal bekende gezichten. Dat vind ik hartstikke leuk. Wie van jullie is hier voor het eerst? Niemand. Oké. Okay. Dank u wel. En hoe heet jij? Stacy. Dankjewel, Stacy. Goed gedaan. Ja, breinkoek zwaaien, jongens.